mannetje. Ben je weer met mijn koets aan het rijden? Het is jouw koets niet. En ik ben de koetsier van graaf Griezenstein. Je vergist je, jongen. Die koets is van mij. En de koetsier van de graaf ben ik. Helemaal niet. En nou ophoepelen. Want ik moet nog verder. Oh ja? Waar wou je dan heen? Ze moeten mij naar huis brengen. Hé. Je had me gezegd dat je groen geworden was. Instappen, meneer, instappen. Maar dat het zo groen, ho jongen, dat het zo groen zou zijn, had ik niet gedacht. Zo groen dat de graaf me heeft ontslagen. Wat zeg je nou, ontslagen? Ja, ontslagen, net als jij. En nou ophoepelen, meneer. Ho, maar hier. Zo! Hey! Zeg maar nou. Hey! Oh. Zo, handel jij de zaak op het kasteel af, dan haal ik de andere. En voorwaarts, goed zo hier. Goed zo. De ladder op. Maar hoe vind ik die van hieruit? Ik weet amper hoe ik naar buiten kom. Wacht, ik ga gewoon buiten om. Geweest. Wat een troep. Nou, als hier een schat moet liggen. Hoewel, Tromtidum zei dat de schat in een kist moest zitten. In een zwarte ebbenhouten kist. Eens kijken. Op slot. Zou de gouden sleutel hierop passen? Eigenlijk moet ik Geert-Jan waarschuwen. Maar eerst even proberen. Bewegen we niet. Handen omhoog. Meneer van der Steg. Dat had ik wel verwacht. Hey, kijk nou eens.
moet hierheen gaan. Zullen we achteraan gaan? Nee. We moeten toch naar het trappenhuis? Ja, naar Gietjaan. Ja, als het nog wat gebeurd is. Ik vind dat we moeten doorgaan. Ja. Ik wil nog best op zichzelf passen. Ja, jongens, kom op. Op naar het trappenhuis. Ik wilde wel eens weten of u echt gelooft in het verzegelde geschrift van Gregorius. U hebt groen haar. U bent de zeven wegen gegaan. En daarom leek het mij aardig om ook een ladder voor u te laten neerzetten. Ik heb Manus opdracht gegeven om er heel langzaam voorbij te rijden. Zodat hij hem goed zou zien. Ik heb ook nog een bootje klaargelegd voor u. En zie daar, Groenhaar liep in de val. Ja, meneer Van der Steg, u zit in de val. Op heterdaad betrapt, bij het inbreken in mijn huis. Geef uw sleutels maar hier, die zijn ook van mij. De sleutel is van Gert-Jan. Des te erger. Dan hebt u dus gestolen van een onschuldig kind. Dat zal ik de politie ook moeten vertellen. De politie? Als ik iemand onschadelijk maak, dan doe ik dat goed. Draai om. Naar het raam. Doe die ladder weg. Nu kunt u niet meer ontsnappen, meneer Van der Steg. Ik ga de politie waarschuwen. Dat kunt u niet doen. U weet heel goed dat ik geen dief ben. Ik weet niet of de politie dat zal geloven. Maar u mag ze van alles vertellen. Het sprookje van de verborgen schat. Dat u uw haar hebt groen geverfd. Dat u een ladder bent opgeklommen. Omdat een of andere gekke graaf daar een versje over heeft gemaakt. Dat mag u allemaal vertellen. Probeert u maar eens te bewijzen dat u hier niet hebt ingebroken. Nee, meneer Van der Steg. Als ik hier terugkom, dan verhuist u naar een echte cel. Gaat hij nou lopen? Oh, natuurlijk. Er is geen telefoon in het trappenhuis. En hij is zijn koets kwijt. En zijn bediende. Oh, maar dan blijft hij nog wel even weg. Als ik nou eens... Gert-Jan geweest. En wat nou? Toedeloer heeft makkelijk praten. Handel jij de zaken hier af? Wat moet ik afhandelen? En waar moet ik beginnen? Wat is dat? De kinderen. Komen ze nu al? Dat kan er nog net bij. Hey,
Marcelina. Wat moeten jullie? We komen voor Geert-Jan. Ja, we komen feest vieren. Feest vieren? Nee hoor, geen sprake van. Geen kinderen hier. Ga weg hier. Openmaken! Open! Zeg, is het nou afgelopen? Ik heb toch gezegd, ga weg hier. Nee, dat doen we niet. We kunnen ze toch niet zomaar wegvoeren? Geert-Jan heeft ons zelf uitgenodigd. Ja. Hoi, jullie zijn echt gekomen. Hoera! Geert-Jan, waar is uw oom? Weet ik niet. Kijk, Selina, dit zijn alle kinderen van de klas van meneer Frans. Meester Frans bedoel je? Nou, meester Frans dan. Ik heb ze uitgenodigd en het is mijn feest. Best, je gaat je gang maar. Als je maar weet dat ik er niets mee te maken wil hebben. Ik koop kinderen in mijn huis. Heb ik een die onzin allemaal? Ook nog. Ik vraag me af wat hij vandaag is. Roberto of de Brozen? Kom maar binnen, jongens. Kom maar. Boris? Brommer. Roberto! Roberto! Zie je nou wel dat ik toch gelijk had? Dat is Roberto niet. Dat is de Brozen. Fijn dat je ook bent gekomen, Roberto. Ja. Ik vond het nodig dat ik ook kwam. Je zou Roberto toch vragen hier te komen? Ja. Waar is hij dan? Roberto kan niet komen. De Brozen moest er al. Zo is het, jochie. Zouden we niet eens naar binnen gaan? Waarschuwen. Dit loopt straks helemaal uit de hand als de graaf terugkomt. Waar is meester Frans eigenlijk? Ja, die was hier toch al? Ik weet het niet. Om gade zeggen, die was weggegaan. Maar hij komt terug. Tuurlijk, Frans Rode hoort erbij. Moeten we nu wachten tot hij er is? Onzin. Het is een fijne luiken zonder die ouder. Hoe kun je nou lol maken met de schoolmeester erbij? Die steeds op je vingers kijkt. Kom op, jongens. Geert-Jan Giesenstein, wat heeft dit te betekenen? Dat is een verjaardagsfeest. Wie heeft jouw toestemming gegeven die kinderen hier binnen te laten? Niemand dan gratis. Zo, vind je niet? Geert-Jan! Tante Rosmarijn! Dag, Geert-Jan! Dag, mijn jongetje. Gefeliciteerd dat je groot geworden. Ik geloof niet dat iedereen gelukkig is met onze komst. Heren, u ziet het. Deze mensen zijn zonder mijn toestemming dit huis binnengedrongen. Ik wil een aanklacht tegen hen indienen. Ik verzoek u dan ook om ze te arresteren. Ik moet iets doen. Die man bederft alles zo. Die moet uitgeschakeld worden. Wacht eens. De grimmige vijand die waakt en wacht wordt door een lied ten val gebracht. Een lied? Roberto! Goedemorgen!
van de Zevensprong. Ja! 1, 2, 3, 4. Is gevonden. Ik vraag me af waar u zich mee bemoeit. Die schat is van mij. Oh nee, meneer Griesenstein. Die schat is van Geert Jan. Hij heeft er recht op. Hij is de erfgenaam van de Griesensteins. Het is helemaal niet zeker dat dat de schat is. Dat zal pas blijken als die kist open gaat. Oh, maar wij hebben de sleutel, hè, meneer Frans? Groenoog heeft hem gevonden. Oh ja? En waar is die dan? In uw linkerzak. Kostbaar, Gietjan. Een echt middeleeuws handschrift. Het getrouw verslag van de lotgevallen en profetieën van graaf Gregorius Griesenstein. We gaan het boek over, lees eens voor. Kijk, dit heeft graaf Gregorius voor ingeschreven. Deze woorden zijn je teken. O, gij kind van kinds kinderen, niets van je rijkdom zal verminderen, al zou dit boek in rook vergaan. Deze woorden zijn jouw teken. Liefde, vriendschap, trouwe vrienden, de grootste schat die je kon vinden, laat die, o kind, je nooit ontgaan. Een oud boek. Heb je daar nou al die tijd naar gezocht? Dan heb je niet goed geluisterd. Het gaat niet om het boek wat Geert-Jan heeft gevonden. Nee, het gaat erom dat Geert-Jan veel meer vrienden gekregen heeft. Precies. En dat die vriendschap veel meer waard is dan geld. En dat is dan de echte schat. Het is wonderlijk hoe alle profetieën van Gregorius uit zijn gekomen. Allemaal, behalve één. Ik begrijp wat u bedoelt. Waar is de ladder die de schat aan moet wijzen? Midden in de zaal kan toch geen ladder staan? Nee, nee. Maar alle andere voorspellingen kloppen wel. Eén alleen zal mij niet vinden. En alle kinderen zijn je vrienden. En je bent de zeven wegen gegaan. En je hebt groen haar. Ik heb u van het begin af aan niet vertrouwd. Het is gewoon een complot tegen mij. Nee, nee, nee. U hoorde er ook bij. U was de draak uit het verzegelde geschrift. En de grimmige vijand van het rijm op die steen. Tja, zeg, luister eens. Ik ben niet van plan. Rustig maar. Het is nu allemaal voorbij. De schat is gevonden, dus Geert-Jan hoeft niet meer te zoeken. Ik stel voor dat we dit allemaal nu eens goed regelen. Geert-Jan komt natuurlijk weer bij mij. Hoi! En u? Blijft u in het trappenhuis wonen? Ik denk dat het beter is als jij teruggaat naar Den Haag. Ja, maar ik kan het trappenhuis toch niet leeg laten staan? Céline zal er graag op willen passen. En ik? Ga ik mijn herberg terug? Oh, maar dat spreekt toch vanzelf? Ik
kijk, dat wou ik ook zeggen. Blijven jullie nou staan praten? Dat is toch niet gezellig voor Geert-Jan? Het is toch een verjaarsfeestje? Ja, nu wil er weer muziek gemaakt worden. Ja, Roberto. Kun je niet anders spelen dan Toon Ladders? Ik weet het. Ik weet het. Het lied van de zevensprong. De zeven noten van de toonladder. Dat was de betekenis van de voorspelling. En een toonladder wijst mij aan. Door het lied is de schat gevonden. Ik wou dat iemand er eerder op was gekomen. Nou hebben we al die ladders voor niks beklommen. Meneer Frans, waar hangt het weer rood? Groen haar is niet meer nodig. Groen haar niet, maar drie oranjes voor Frans de Rode. Ik ben bij. Hoera! Zoiets. Leuk, eerlijk zeg. Niet verwacht. Zeg, ik ga eerst de luiken openzetten. Kan de muffe lucht er vast uit. Tot ziens. Ga vandoor, het is al laat. Nou, wel thuis. Wat moet ik tegen je zeggen, Roberto of Rozen? Nou, noem maar Rob. Dat weet ik eigenlijk. Nou, tot ziens, Rob. Dag. Lekker gespeeld, hè? Ja, veel graag. Ja. Dag, Jan. Juffrouw Rosmarijn, Willemijn, Frans de Rode. Komt u me nog eens opzoeken? Zo graag eens met u willen spreken over de leer der kleuren. Dat zal ik zeker doen. Maar u moet voortaan wel van mijn haar af blijven, hè? Meester, blijft u Geert Jan voortaan apart lesgeven? Natuurlijk niet. Ik kom fijn met jullie in de klas. Ja! Meneer, vertelt u morgen weer van die spannende verhalen? Nee, verhalen vertellen, daar begin ik niet meer aan. Dan kom ik in zulke rare avonturen terecht. Vooral van die schimmel, ik heb het ook nooit afgemaakt. Nee. Ja, verhaal. Schiet op naar huis, jullie. Jongens, naar huis. Ja. Morgen gaan we weer gewoon aan het werk, hè? Ja. Na dit sprookje begint weer de werkelijkheid. Fijn. Met jou? Tot morgen. Tot morgen. Dag. Dag. Wel thuis, hè? Ook. Dag. Dag.